Ondanks dat Gunnet zich bewust was van de gevaren die hem boven het hoofd hingen, had hij nooit zo'n tragisch einde kunnen voorzien. 80 kogels in zijn lichaam. Die dag was met een groep vrienden Ronde Shahid in een shawarma snackbar. Toen twee mannen naar buiten gingen, werden ze aangevallen door gewapende personen die Gunnet liquideerden. Omdat Shahid aan de telefoon zat kort voor het incident, insinueerden sommige mensen dat hij zijn vriend had verraden door de aanval te organiseren door een bevel te geven. Deze beschuldigingen bleken echter vals te zijn en hij heeft echt niets opzettelijks gedaan om zijn vriend te schaden. Shahid en zijn broer Shafiq worden de zusjes genoemd door het rond Hoest draaiende rivaliserende kamp. Het is interessant om op te merken dat het duo er deel van uitmaakte voordat ze zich bij Gunnet aansloten. Deze keuze zette hen bovenaan de zwarte lijst van hun vroegere vrienden. Shahid werd namelijk al van verdacht bij een hoef in 2012 naar de statie de buurt te hebben gelokt, waar de schietpartij met de bijnaam Wild West plaatsvond. Waaruit Ben Aouf wonderbaarlijk genoeg ongedeerd tevoorschijn kwam. Het wordt duidelijk bij het analyseren van de uitwisseling van gecodeerde berichten dat de haat in het kamp van Hoest tegen de zusjes krankzinnige niveaus bereikte. Maak je niet druk, ik vertel het tegen niemand. Haha. Weet je nog dat je als Seon deed in Ibiza? Voilà, die beelden blijven gewoon hangen. Haha. Gruwelijke tijden. Mooie herinneringen. Jammer dat die twee flikkers erbij waren. Ben Aouf en Mohammed, alias Clown, halen herinneringen op aan hun tijd samen in Ibiza, waar ze een heerlijke vakantie hadden op het moment dat de zusjes er ook aanwezig waren. Kankerondankbare honden, Taboen Jemmahoen. Haat hun echt, uit het diepste van mijn hart, bro. Hun ga ik neuken, bro. Iedereen had ze, bro. Ze hebben zich goedkoop verkocht. Die komen wel. Laat ze maar even in angst leven. Ja, iedereen haat ze. Niemand mag ze, goedkope hoerenman. Die verkopen hun eigen moeder voor geld, man. Enkele maanden na de liquidatie van Gunnet overleefde Shahid zelf een moordaanslag in november 2014 in Almere. Een explosief ontploft onder de huurauto waarin Shahid en een vriend zitten, waardoor hun voertuig tot stilstand komt. Daarna wordt het vluchtend duo vanuit een BMW beschoten met een automatisch wapen. En, wonderbaarlijk genoeg, raakt Shahid alleen gewond aan zijn arm. Zelfs als de missie voor het Hoestkamp een mislukking is, sparen ze geen moeite om de twee broers te elimineren. Zo begint de suboperatie Maan. De operatie wordt grotendeels georchestreerd door Omar, met de hulp van andere leden van zijn team. In september 2015 lijkt het erop dat Shafiq is gesignaleerd. Shafiq is gewoon thuis. Auto staat voor de deur, maar geen hitters. Welke huis? Wajo. Ja man bro, ik volg hem op Insta. Hoe weet je ze also? Via Insta? Hij ging ergens eten. Zag ik op achtergrond een BMW cabrio dak. Was open, dus dacht de eigenaar moet in de buurt zitten. Net iemand gestuurd en die cabrio staat voor de deur bij die ouders. De kampleden zijn gefrustreerd door het gebrek aan beschikbare uitvoerders om deze missie uit te voeren. Maar ze verliezen de hoop niet en zetten de actieve zoektocht voort. Ze weten dat de broers zeer regelmatig chillen in Utrecht op de vloer van een shisha lounge, de Scenario, waar de toegang niet zo gemakkelijk is. Voor deze missie wendt Omar zich tot Don, alias Lumpia, die opgesloten zit in een penitentiaarcentrum, maar gebruik maakt van het weekendverlofregime. Zo kan hij elk weekend zijn banden met de criminele wereld onderhouden. Geconfronteerd met het voorstel van de missie, is Don's antwoord ondubbelzinnig. Ik zit open toch? Overdag moet ik gewoon werken en 's avonds heb ik 2 uurtjes voor mezelf om weg te gaan. Weekend ben ik thuis, broeder. Je zou wat voor me klaarleggen. Ik zou er eventueel morgen om kunnen rijden. Diezelfde dag vindt er gesprek plaats tussen Don en Ben Aouf die de vertraging bespreken. Je weet toch dat ik nog een project heb? Die moet ik eerst afhandelen. Dat is een klus die ik al heb aangenomen. En daar heb ik nog even wat tijd voor nodig. Ik kan me beperkt bewegen. Maar zodra die klus is geklaard, neem ik de jouwe. Hoe lang denk je dat je klaar bent? Weekje of 2-3, max. Kan je niet snel deze doen?
En dan die als tweede. Anders moet ik hem aan iemand anders geven voor je. Voor je het weet komt die gast niet meer naar die plek waar die nu komt. Prijs? 100.000 euro's. 25% vooraf. Die twee kleine en die grote heb ik nodig. En info. Akkoord? Ok. Het lijkt erop dat Don 25% vooraf wil van de aangeboden 100.000 euro. En dat het team een 2 handvuurwapens en een automatisch wapen voor de missie levert. Onmiddellijk daarna ontvangt Don een bericht met JPEG-beelden van 2 duidelijk geïdentificeerde doelwitten. En Omar geeft een specifieke instructies over de prioriteiten. Het zijn 2 broers, waarvan we 1 belangrijker vinden dan de ander. Met baard moeten we hebben. Mochten ze met z'n 2 zijn, dan moeten allebei weg. Maar met baard is ons doel. Ik stuur je hun foto. Als je vragen hebt, moet je die stellen. Alles is goed, broeder. De project gaat van start. Ja, voor ons is belangrijk dat hij met baard weggaat. Maar als zijn broertje daar is, is mooi meegenomen. Ik heb alles. Alleen ik had begrepen dat het om 1 persoon ging. Vandaag werd het me pas duidelijk dat er 2 waren. Jullie horen vanzelf wanneer ze met pensioen zijn. Half november is het duidelijk dat het plan onvoldoende is voorbereid. Don stelt het team echter gerust, omdat hij weet hoe hij de situatie kan verhelpen. Ik heb nog nooit gefaald. En iedereen die mij kent weet het. Dus ik pijn ze niet over om hierin te falen. Blijf vertrouwen in me, bro. Dit suggereert dat het zeker niet de eerste keer is dat Don betrokken is bij dit soort liquidaties. Op 21 november 2015 krijgen Don en zijn teamgenoot Frans de kans om aan te tonen dat ze de hun toegewezen missie tot een goed einde kunnen brengen. Die zaterdagavond ontmoeten de 2 broers elkaar rond 11:45 in Shisha Bar Le Scenario. Don en Frans zijn er al een tijdje. Volgens een bron werd het duo een half uur voor de aankomst van de broers de bar zien binnengaan en zich verdacht gedragen, wat suggereert dat ze op verkenning waren geweest. Hoe dan ook, kort na middernacht besluit Shahid te vertrekken, terwijl de missie ongewijzigd blijft, aangezien het hoofddoelwit Shafiq nog steeds aanwezig is. Om 2:30 s'nachts werd de eigenaar van het scenario door een buurman geïnformeerd dat een persoon met een pet op zich in de tuin van de buurman aan de overkant van de straat bevond. Hij besloot naar de plek toe te gaan om meer te weten te komen. Toen zag hij Frans, die onmiddellijk wegrende toen hij hem zag aankomen. Een andere getuige meldde dat hij om 2:30 een man met de oorbeschermer in de buurt van de bar zag, die vermoedelijk Don is. Uit beelden van de bewakingscamera's bleek dat de 2 verdachten inderdaad samen op de hoek stonden om 2:30 s'nachts. In de achtertuin van de overbuurman vonden autoriteiten wapens en oorkappen van Don. Tegelijkertijd verliest Frans tijdens zijn vlucht zijn pet. Onderzoek door forensische wetenschappers stelde snel een match vast tussen het DNA van de 2 verdachten en de elementen die op de plaats delict werden gevonden. Shafiq getuigde in een politierapport dat hij 1000% zeker was dat de daders voor hem waren gekomen en dat hij op een dodenlijst stond. Het kamp van tegenstander, Hoes, is namelijk in bezit van wat zij noemen El Listo, een lijst met namen van de vijanden. Tijdens Don's proces benadrukte hij dat hij de oorkappen alleen in de gevangenis had gebruikt, voordat hij ze bij zijn vrijlating achterwege liet. Hij suggereerde dat andere mensen het in Utrecht gebruikt zouden kunnen hebben, aangezien zijn DNA niet het enige was dat op het object aanwezig was. Deze versie is nooit geloofd. Wat Omar betreft, hij laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan, want uit een notitie op zijn PGP-telefoon, gemaakt de dag van de mislukte hinderlaag, blijkt dat hij al op zoek is naar de nieuwe locatie van Shafiq, alsook naar zijn nummerplaat. De 2 broers hebben namelijk hun toevlucht gezocht op een camping, waar de eigenaar van 1 van de bungalows een jetski heeft. Bovendien werden ze gezien in Mercedes met dezelfde nummerplaat als in het briefje op Omar's telefoon. Om dit nieuwe project uit te voeren, zorgt Omar ervoor dat hij vertrouwde soldaten recruteert, zoals Hisham, ook bekend als Furby, en Mohammed, alias Rotje. Eind
Eind 2015 gaan de twee naar camping Kerkdriel, ook in Nederland, en beginnen een eerste observatie. Volgens een getuige, die ook op de camping verblijft, benaderen twee jongens hem om te vragen naar de exacte locatie van een bungalow die dicht bij die broer staat. Na deze korte interactie stond Hisham, die mankliep erop, dat Mohammed opschoot. De abnormale gang van zaken komt overeen met de camerabeelden die de verdachte filmen. Het blijkt namelijk dat de verdachte deze camping tussen 28 en 31 december 5 keer heeft bezocht. De camerabeelden toonden voorbereiding in volle gang. Het lijkt erop dat de veiligheidshek bij de ingang van de receptie van de camping de toegang van voertuigen tot verschillende bungalows en chalets verhindert. Dus, het duo parkeert een auto op de externe parkeerplaats. Het lijkt erop dat de daders een operatie zorgvuldig hebben gepland en verschillende strategieën hebben bestudeerd om ervoor te zorgen dat ze onopgemerkt zouden blijven wanneer de auto van de twee broers de camping zou verlaten. Ze nemen voorzorgsmaatregelen om hun kans op succes in hun missie te maximaliseren. Na 3 dagen gebeurt er een belangrijke gebeurtenis. De broers en hun vriend besluiten oudejaarsavond in België te vieren en rijden in een witte Mercedes naar de uitgang van de camping. Bij de poort treedt het team onder leiding van Omar op. Als de slagboom opengaat, hoort Shafiq, die achterin zit, een hard geluid. En zijn broer Shahid, die rijdt, begint te schreeuwen dat hij zojuist geraakt is. Een kogel ging door de bovenkant van Shafiq's hoofd. De derde passagier probeerde weg te duiken, maar werd geraakt door een kogel door de deur. De schoten volgden elkaar snel op en Shahid vlucht met hoge snelheid naar links, bij de uitgang van de camping. Hij zit onder het bloed en kan niet meer rijden. Zijn broer neemt dan het stuur over vanaf de achterbank. Al snel, tijdens een zeer korte stop, wordt Shahid op de achterbank gezet, terwijl Shafiq blijft rijden. Een paar minuten later stoppen ze plotseling voor hun huis en toeteren ze, terwijl de derde passagier uitstapt en aanbelt. Hij schreeuwde dat ze waren neergeschoten en dat ze een ambulance moesten bellen. Shafiq haalt zijn broer uit de auto en legt hem op de grond. De hulpdienst werd gebeld. Ik heb met spoed een ambulance nodig. Er zijn mensen hier die zich melden bij mij die zijn beschoten. Ik heb een gewonde man op straat en de bestuurder is ook nog gewond. De man vertelt over 3 man, 3 man die gewond zijn. 3 gewonden waarvan 1 man op straat ligt te kermen. Zijn de daders nog daar, mijn heer? Nee, zij zijn weggereden. Ik geef u nu 1 van de gewonden. Hij krijgt moeilijk adem. Moet ik hem optillen of laten liggen? Laten liggen, mijn heer. Oké, laten liggen. Hij krijgt moeilijk adem. Wat moet ik dan? U kunt hem het beste even op de zij draaien. Lukt dat? Shafiq volgt de instructies om te proberen zijn broer te redden, totdat de politie en de ambulance zou arriveren. Alle 3 werden naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis vervoerd, waar Shahid, 27, om 7:30 officieel dood werd verklaard, terwijl de anderen uiteindelijk herstelden. 9 minuten na de hinderlaag wordt de auto van Furby en Rotje verbrand teruggevonden. In dit Bosnië-onderzoek gebruikten rechercheurs geavanceerde voertuigvolgmethoden om de tweede auto te vinden die werd gebruikt om te vluchten. Ze traceerden de bewegingen van de vluchtauto aan de hand van het kenteken en legden visuele verbanden tussen verschillende verkeerscamera's. Door de verkregen informatie te vergelijken, konden zij het tweede gebruikte voertuig lokaliseren. De 2 kentekens verschenen op verschillende ritten samen met tussenpozen van enkele seconden. Het tweede voertuig stond op naam van Furby, die het verkocht met de hulp van zijn maatje Rotje. Maar dit was niet genoeg om bewijs uit te wissen dat het team verbond met de criminele feiten. Een echt gewetenloze discussie vond plaats tussen Furby en Omar net na nieuwjaar. Hahaha, die andere brader was bijna ook loesoe. Helemaal lijp. Ja, ik heb gehoord, man. Heel Marokko praat erover. Ze zeggen die gasten zijn lijp. Haha, bro. Je weet van mij geen grappen. Alles gaat gewelddadig. Oké, wat moet ik je betalen? Bro,
Zeg jij maar hoeveel staat op hun hoofd. Ze waren wel wat waard, hè? Meer dan die aap, hè? Of niet? Ik ga goed met je doen. Volgens de rechtszaak verwijst Hoort Aap hier naar een andere liquidatie die plaatsvond voor het station Krommenie nabij Amsterdam, waarin Aeneas Lomp gepakt was. Hoeveel wil je? Je moet niet te duur worden, hè? Bro, je weet deze man was veel waard volgens mij, hè? En één is Lusu en die andere is gewond. Is wel iets ik dacht aan 85 of zo, maar je moet het zeggen, bro. Broer, je beseft wel dat dat echt heel veel is, hè? De vorige keer had ik je 60 gegeven, omdat ik vond dat je het meeste had gedaan. Normaal gaven we hitters 40 à 50 max. Maar bij jou betaal ik omdat ik weet dat jij nog voor andere mensen zorgt. Ewa, en wat denk jij, bro? 70 is dat goed, bro? Ben je daar tevreden mee? Kijk, ik heb vorige keer veel opgemaakt. Maar kijk, als je 75 kan missen, ben ik er blij mee. Ik geef je nu 70 en geef je later 5. Akkoord? Ja, is goed, bro. Oké, als Rotje je vraagt hoeveel, zeg je Banku. Goed? Top, bro. Love you. Het blijkt dat Omar Furby een goede prijs geeft en hem meer betaalt dan gewoonlijk. En hem vraagt het exacte bedrag te verbergen voor zijn partner Rotje. Er zijn ook berichten waaruit de betrokkenheid van de laatste kan worden afgeleid. Happy New Year, bro. Yo, brother. Hij is weg, haha. Ja, bro. Die andere is gewond. We hebben het toch goed gedaan. Gangster shit. Hopelijk gaat hij naar Didi. De complexe persoonlijkheid van Rotje komt een paar maanden later opnieuw naar voren. Wanneer Omar duidelijk maakt dat hij zich de laatste tijd niet lekker voelt. Hoewel hij het niet heeft over de ziekte die hij gewoonlijk denkt te hebben. Nee, voel me nooit ziek. Mijn handen jeuken, er moet een trekker over gehaald worden. Dit toont aan dat er iets diepers en meer verontrustenders in zijn persoonlijkheid zit dat nog ontdekt moet worden. Wat de doelwitten betreft, Shafiq, die het belangrijkste doelwit was en die zijn broer verloor, wees de rivale Hoes, evenals Ben Aouf, resoluut aan als de opdrachtgevers van door Omar georchestreerde missie. Je moet toch hoofdpersonen hebben? Hoesin A? Ja. En Ben Aouf A? Ja. Ben is een echte bitch. De grootste bitch die ik ooit gekend heb. Het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs als Ben Aouf is opgesloten, hij zeer nauwe banden blijft onderhouden met zijn entourage.